mobili. Goedenavond en welkom bij deze aflevering van Opinie hier op Hof TV. Ik ben Abigail Kemp, van harte welkom. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is momenteel bezig met het proces tot uitbanning van styrofoam. Per 1 november mag deze foamsoort, waaruit u al die lekkere gerechten hebt gegeten en bami en chow mein en al dat soort dingen, niet meer gebruikt worden. Maar u zult zich afvragen waarom en waarom juist nu. Daarom hebben we vanavond 2 gasten aan tafel om u dit alles te vertellen. Vanavond in deze aflevering de uitbanning van styrofoam. Onze gasten voor vanavond zijn Kimberly Nadendorp, co-eigenaar Gayura NV. Nadendorp is een jonge ondernemer die gepassioneerd is om een verandering te brengen in de huidige leefwijze van de mens. Zij heeft in het verleden meegedaan aan milieucompetities. Nadendorp is nog studerende en doet de studie International Business and Management. Dames en heren, Kimberly Nadendorp. Vincent Fernandes, waarnemend onderdirecteur marktbeheersing HINT. Fernandes is van huis uit bedrijfseconoom. Hij is langer dan 10 jaar werkzaam op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Vanaf juni 2019 is Fernandes aangesteld als waarnemend onderdirecteur marktbeheersing op het ministerie van HINT en zet zich voornamelijk in voor het uitbannen van styrofoam. Dames en heren, Vincent Fernandes. Welkom mevrouw Kimberly Nadendorp en meneer Vincent Fernandes. We stellen het erg op prijs dat u tijd hebt gemaakt om deze belangrijke informatie te delen met de samenleving in dit programma Opinie. Om te beginnen, het ministerie werkt er naartoe om styrofoam uit te bannen. Waarom? Nou, we hebben gekeken naar de milieuaspecten die daarbij komen kijken. Mm-hmm. Als we kijken naar als er overstroom is of een beetje regenval, dan ziet u al in de kreken dat er veel styrofoam op het water drijft. Ja. Verder kijken we naar de gezondheidsaspecten die daarbij komen bijkijken. Styrofoam kan op den duur, wanneer je hem gaat verhitten of wanneer je warm voedsel daarin zet, kan hij kanker verwekken. Mm-hmm. Ja. Verder, als we kijken naar het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme, hebben we toerisme in ons beleid. Mm-hmm. En als we zeggen dat Suriname als een toeristische destinatie moet worden neergezet, dan is het zaak dat wij ook bepaalde maatregelen nemen om dat uit te zetten. Ja, ja. Hoe ziet het traject eruit dat is uitgestippeld? We hebben sinds vorig jaar zijn we bezig te praten met de producenten en de importeurs. Mm-hmm. We hebben op gezette tijden wat awarenessactiviteiten gehouden. Recent waren we nog op de markt om met de mensen te praten en te kijken hoe ver de ondernemers vooral zijn en wat de vraagstukken zijn waarmee mensen zitten. Oké. En heeft u het idee dat er voldoende awareness is gegeven? Jawel, we zijn via social media bezig, we zijn via de media bezig. Dit is ook een praatprogramma waarbij we participeren om zo boodschap naar buiten te brengen. Oké, okay. Er is een deadline gesteld van 1 november. Is dat strategisch gekozen of is dat achteraf bekeken niet de juiste datum? Het is wel strategisch gekozen, 1 november. Mm-hmm. We gaan ook richting verkiezingen, dus we willen ready zijn. Ja. Het gaat voornamelijk om de feestmaanden. En we wilden voorkomen dat de importeurs of de producenten grote voorraden voor ons zouden achterlaten.
En vandaar dat we 1 november hebben gekozen. Oké. Per 1 november hebben we gezegd gaat het verbod in van styrofoam producten. Geldt dat voor alle styrofoam in deze fase? Nou, we hebben voornamelijk gekeken naar de portiebakken die bekend zijn. Mm-hmm. We keken naar de koffiebekers, we keken naar de soepbakjes waarin men zout zet, soep. Mm-hmm. Yeah. Dat zijn voornamelijk de producten waar we kijken. Okay. Eén regel wat de samenleving kan voorhouden is om te kijken naar alles wat van styrofoam is, mm-hmm, en waarin er voedsel wordt opgeslagen, dat is verboden per 1 november. Oké. En in de volgende fase, zijn er andere styrofoamproducten die erbij komen? Jawel. Vooralsnog is het toegestaan om styrofoamboxen te hebben waarin men groente opslaat, waarin men vis opslaat. En zodra het ministerie van oordeel is dat er genoeg alternatieven zijn, zullen we ook daarna kijken. We kijken nu ook, ik denk januari, ja, zijn we ready om te kijken naar de plastic zakken die worden aangeboden in de winkels. Mm-hmm. Dat gaat ook aan banden worden gelegd. En verder kijken we naar de trees, de eieren trees. Mm-hmm. Die moeten ook vervangen worden. En verder de trees waarin men vlees opslaat. Oké, dus nog een heel traject. Het is een traject, maar het ministerie vermeent om dat ding gefaseerd te doen, omdat we ook willen leren uit de fouten die we maken. Oké. Is er ook aandacht geschonken aan de controle op de naleving van het verbod? Jawel, het ministerie van Handel en Industrie heeft diverse werkarmen. Mm-hmm. Een van ze is de economische controledienst. Ja. En die zullen dan met de instructies van het ministerie dan op pad gaan om in de eerste fase de informatie te verstrekken aan de mensen. En als men geen gehoor geeft aan het verbod dat is ingesteld door het ministerie, zullen wij dan gepaste maatregelen ondernemen. Ja, ja. Als burgers zeg maar ontdekken dat winkeliers of producenten producten aanbieden in styrofoam, kunnen zij ook contact maken met het ministerie? Jawel, men kan contact opnemen met de afdeling consumentenzaken. Ja. En we hebben een klachtenlijn en men kan dan bellen naar 1940. Dat is het verkortnummer van het ministerie. Oké. Okay. Zijn er ook sancties aan verbonden als mensen zeg maar, zich niet houden aan het verbod op styrofoam? Jawel. Mm-hmm. Het valt onder de wet economische delicten, de overtredingen. Ja. En er kunnen dwangsancties worden opgelegd, er kunnen strafmaatregelen worden ingesteld en verder kunnen boetes worden opgelegd. Oké. Okay. Het gevaar van styrofoam voor het milieu, hoe erg is dat? Nou, als we kijken naar het afbraakproces van styrofoam, dan praten we over meer dan 500 jaar. Mm-hmm. En dat is niet iets dat we gaan meemaken. Ja, ja. Als we kijken naar het gevaar van styrofoam voor het milieu, wat kunt u ons daarover vertellen? Ja, als we kijken naar het afbraakproces van styrofoam, praten we over meer dan 500 jaar. Mm-hmm. Verder, als we kijken als er wat regenval is, zien we dat de rioleringen helemaal verstopt raken. Ja. Dus het is een algemeen beleid dat het ministerie heeft uitgezet, waarbij wij als ministerie kijken naar milieuaspecten, we kijken naar toerisme, mm-hmm, we kijken naar het milieu in het algemeen. Dus het is ook een samenwerking dat u binnenkort zelf ziet tussen het ministerie van Handel en Industrie en het ministerie van Openbare Werken. Oké. Okay. Ja. Ja, als ik er ook even iets mag bijvoegen. Bij styrofoam ook, het heeft ook hele negatieve gevolgen voor de dieren. Want die eten het natuurlijk op omdat ze het verschil niet kennen tussen styrofoam en voeding. Mm-hmm. En dat is heel slecht voor ze, want daar gaan ze dood aan. En los van wanneer styrofoam in het milieu terechtkomt, is de productie van styrofoam zelf ook heel schadelijk. Omdat er zoveel CO2 vrijkomt, mm-hmm, bij de productie van styrofoam. En styrofoam en plastic, omdat dat heel veel wordt geproduceerd, dat je uiteindelijk natuurlijk het global warming effect hebt. Dat het nu zo heet is, heter dan altijd. Dat er zulke zware orkanen komen, overstromingen, langere droogtes, voedselschaarste, waterschaarste op sommige gebieden. Dat zijn allemaal effecten die erbij komen bij de productie. Mm-hmm. En er zijn zelf mensen of scientists, researchers, ik kan even het Nederlands woord niet erop komen, maar die ook aangeven dat het zo belangrijk is, vooral voor het Caribisch gebied, om hun plastic en foam gebruik te verminderen, omdat
wij een heel groot risico lopen om binnen 15 jaar dat het heel Caribisch gebied onder water ligt als we daar niet aan werken. Mm-hmm. Dus we hebben niet zoveel tijd eigenlijk als mensen. Dus daarom is het ook goed dat het ministerie een verbod heeft gezet, want het is eigenlijk voor ons eigen bestwil uiteindelijk. Ja. Ja. Hoe zit het met de awareness naar de bevolking toe? Is de bevolking hiervan echt bewust? Jawel. We hebben diverse sessies uitgezet. Mm-hmm. We zijn recentelijk op de centrale markt. Mm-hmm. En daarbij hebben we dan met de samenleving van gedachten gewisseld om te kijken van is men voldoende bewust. En ik mag u zeggen, zelf de marktventers, de leiding van de centrale markt, die was op de hoogte van, ze waren allemaal op de hoogte van het verbod. Mm. En iedereen wat je kreeg van, ik heb nog een beetje, maar kijk hier. En ze wezen aan van, ze hebben de nieuwe alternatieven. Okay. Dat zijn voornamelijk de biodegradable producten en de composeerbare producten. Misschien kunt u dat even toelichten? Oké, ja, want niet iedereen weet het nog. Yeah. Maar je hebt een verschil tussen composable en biodegradable. Mm-hmm. En biodegradable is eigenlijk een technische term en dat betekent dat zodra dat iets moet kunnen afbreken door middel van micro-organismen, water en licht. Mm-hmm. En ook een temperatuur. Oké, dat is dus eigenlijk de technische term. En als je het dan zo bekijkt, dan een heleboel dingen zijn biodegradable. Mm-hmm. En dan uiteindelijk zijn er natuurlijk ook heel veel producten die het goed gebruiken, maar sommige bedrijven gebruiken dat om mensen te brainwashen dat ze dan goed zijn, maar dat is niet altijd zo. Mm-hmm. En dan heb je bijvoorbeeld die composteerbare producten, die hebben zwaardere internationale standaarden. Dus de biodegradable, dat zijn gewoon de standaarden. Yeah. En dan heb je die composteerbare producten, die hebben zwaardere standaarden. Eén van ze is, de producten moeten afbreken binnen 6 maanden. Ze moeten helemaal geen plastic hebben, want bij biodegradable mag je nog 20% plastic hebben in je product. Mm-hmm. Ze moeten dus 100% plant-based zijn, mogen geen giftige stoffen achterlaten. Ook dat is nog niet echt gespecificeerd bij de biodegradable products of ze giftig zijn of niet. En natuurlijk de tijd. Want zoals ik zei, 6 maanden voor compostable, maar bij biodegradable is het ook niet speciaal gespecificeerd. Okay. Hoe lang het duurt. Dus dat is het verschil. En het idee achter die composteerbare producten is dat je eigenlijk een manier vindt hoe je iets kan blijven doen voor altijd. Omdat als je bijvoorbeeld een oplossing gaat zoeken waar je over 30 jaar weer problemen mee gaat hebben, dan hoef je geen oplossing te zoeken. Dus daarom is het belangrijk dat je een cyclus kan creëren. Mm-hmm. En die compostable products kunnen dus eigenlijk als compost gebruikt worden voor je planten. Mm-hmm. Dus dan eigenlijk heb je dan een cycle van wat je hebt gepakt uit de natuur. Gaat weer terug in de natuur binnen korte tijd en het gaat zomaar door. Ja, ja. Als we kijken naar het gebruik van styrofoam, op het gebruik van styrofoam voor de gezondheid van de mens, zijn daar ook behoorlijke nadelige gevolgen voor? Negatieve effecten? Ja, de negatieve aspecten die je daar ziet, is dat bij verhitting bepaalde stoffen loskomen. En dat kan op den duur, op de long run, kanker veroorzaken bij de mens. Oké. En dat is precies wat wij eigenlijk dagelijks mee geconfronteerd zijn. Ja. Als je even gaat om die chow mein te kopen, of als je het naar huis meeneemt en opwarmt, dan heb je dat effect eigenlijk al. Ja, ja. Dus vanaf 70 graden is er dan een gevaar voor contaminatie. Oké. Ja, ja. De promotie hiervan, het overbrengen in het veld, hoe zijn de reacties tot nu toe? Ik mag vertellen. Okay. Ja. Ik mag vertellen. Voor het algemeen hebben we alleen maar positieve reacties gekregen van de samenleving. Je hebt natuurlijk een deel die nog denkt dat het het ministerie gewoon een 1 november heeft ingezet en het verbod niet gaat naleven. Mm-hmm. Ik mag u ervan verzekeren dat we 1 november voor ons hart is. En we roepen daarom altijd de ondernemers op om met ons te praten. Want het ministerie heeft geen reden om zomaar in de winkels te stappen om zaken in beslag te nemen. Ja. Daarom hebben we het traject uitgezet. We praten 1,5 jaar met iedereen. En we hopen dat de overgang naar 1 november vlotteloos verloopt. Ja, ja.
Heeft u ook reacties uit het veld? Ja, ik heb heel veel reacties uit het veld en ik heb veel meer positieve reacties. Ik kan tellen hoeveel negatieve reacties, maar ik denk het is een proces. Mm-hmm. Mensen kunnen niet altijd makkelijk tegen verandering. Verandering gaat gepaard met sabotage en tegenstribbelen, maar op den duur werken ze eraan. Het is gewoon even een mindset change. Maar voor de rest hebben we heel wat positieve reacties. Wij creëren heel veel awareness op onszelf. Mm-hmm. En we zien daar heel veel goede invloeden van. Omdat mensen dan ons ook gewoon bellen en vragen naar informatie. Oké, als ik dit koop, wat zijn de effecten daarvan? Omdat uiteindelijk, als jij de koper bent, mag ik het even over mezelf hebben, hoe ik het zie als mezelf. Kijk, ik ben nu een 22-jarige vrouw. En ik vind het heel belangrijk dat mensen overstappen. En vooral mensen van mijn leeftijd en ook vooral mensen die ouder zijn, maar ook vooral van onze leeftijd. Mm-hmm. En de reden waarom is omdat over 20 jaar zijn wij het grootste deel van de markt. 75-80% gaat bestaan uit ons. Mm-hmm. En ik vind dat wij natuurlijk er heel hard aan moeten werken dat wij onze kinderen kunnen laten opgroeien in een milieu en in een omgeving waar ik zelf in ben opgegroeid. Want ik word nu al moe als ik te veel in de zon loop omdat het zo heet is. Mm-hmm. En dat als we er iets aan kunnen doen, dan moet je dat gewoon doen. En dat is waarom wij met dit zijn begonnen, omdat wij de mogelijkheid willen, of eigenlijk to create value. Like we willen dat het anders kan. Mm-hmm. En we zijn blij dat we genoeg mensen hebben die ook heel bewust zijn over oké, luister, ik moet ook niet alleen denken aan mezelf op dit moment en mijn kostenplaatje per se, maar ik moet denken aan de toekomst van mijn kinderen, hun kinderen, de toekomst van mijn bestaan, van alles dat ik heb opgebouwd. En ook van mijn oude dag, hoe gaat het leven zijn op mijn oude dag? Want hoe heter het wordt, hoe moeilijker het ook wordt voor oudere mensen. Precies. Ja. En dus eigenlijk is het voor iedereen vooral, want iedereen gaat er deel zijn van de wereld. Misschien een paar mensen, misschien niet meer. Maar uiteindelijk, wat je hebt opgebouwd, gaat er wel zijn. En dan moet je daar, nu hebben we eigenlijk een challenge voor ons als mensen van, oké, we hebben zoveel fouten gemaakt met vervuiling. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk een challenge om het te verbeteren nu. En dan moeten we het eigenlijk omarmen, dat we een challenge. Elke tijd heeft zijn challenge. Ja. En dit is onze challenge. En dus daarom ben ik heel blij dat mensen gewoon bellen en vragen van oké, ik wil wel echt een goed product kopen en als ik eenmaal meer geld ga betalen, wil ik dat ik geld betaal aan iets waarvan ik 100% zeker weet dat het de oplossing is. Mm-hmm. En dat vind ik heel leuk. Ik heb soms gesprekken met cliënten van een half uur, omdat ze zoveel vragen stellen, dan bellen ze misschien na een tijdje weer terug. Oké, ik heb erover nagedacht. What about dit en dit en dit? Mm-hmm. En ook sommige mensen die bijvoorbeeld ons product in de winkel zien, zei ik heb ze gezien in de winkel, maar in de winkel weten ze niet altijd in detail te vertellen als hoe wij het weten. Weet je, niet alle verkoper weten. Dus dan bellen ze ons van oké, ik heb het gezien in de winkel, maar de winkelier kan me misschien niet zoveel erover vertellen. Kan jij me vertellen wat ik precies inkoop en hoe dit een betere impact heeft? En dan moet je natuurlijk als ondernemer, als deel van het bedrijf, als deel van de movement, moet je de juiste informatie doorgeven. Mm-hmm. Omdat uiteindelijk bepaal jij wat de mensen ervan gaan denken of hoe bereid mensen gaan zijn. En daarom hebben wij ook alleen maar gefocust op producten waarvan wij weten dat het 100% de oplossing is. Dat het geproduceerd wordt op zodanige wijze dat het geen schade creëert in de natuur, er worden geen bomen gekapt voor onze producten, dus alles hebben we op gelet. Omdat wij weten dat ik over 20 jaar gaat dit grootste deel zijn van mijn wereld, iedereen om me heen. En ik vind het belangrijk dat ik dan een verandering breng in hoe de toekomst kan zijn. Ja. Want het is nu eigenlijk. Om concreet te zijn, we hebben styrofoam gaat eruit en wat komt erin? Eco-friendly products. Eco-friendly. Ja. En is dat duurder? Ja, het is wel duurder. Het is wel wat duurder, maar het is niet onbetaalbaar duur. Het is niet dat bijvoorbeeld iets tweemaal, een portie bami bijvoorbeeld tweemaal duurder gaat worden. Dat niet. Ja. En hoe staat het met de beschikbaarheid van de eco-friendly products nu? Is dat in voldoende mate aanwezig? Ja. Er zijn voldoende importeurs. Oké. Okay. Ik mag ook erbij zeggen dat je reeds twee producenten hebt hier. Oké. Dus, en het wordt ook geëxporteerd hoor. Het wordt ook geëxporteerd naar Guyana. Dus we zijn blij met deze ontwikkeling. Ja. Verder proberen we de ondernemers die nu importeurs zijn, om die shift te maken om hier in Suriname zelf de productiebedrijven op te zetten. Mm-hmm. Het ministerie heeft een aantal projecten die lopen en we gaan kijken wat mogelijk is. Ja, ja.
Zijn er vanuit het ministerie ook, ook plannen om andere plastic soorten zeg maar, uit te bannen? Ja, dus we gaan kijken naar de plastic zakken zij. Mm-hmm. En de trays waarin men nu vlees opslaat. Ja. En de eierenbakken. Oké, dat is de tweede fase. Tweede fase. Er moeten natuurlijk, wanneer je iets wil uitbannen, moet er natuurlijk voldoende alternatieven zijn. Ja. De cups kunnen we in principe nu wel uitschakelen, de plastic cups. Ja. Er zijn genoeg alternatieven daarvoor, maar bepaalde zaken moet je nog even goed uitfaseren voordat je kan zeggen, je zet een importstop. Tot slot mag je nog een korte boodschap doen of geven aan de samenleving en direct oproep doen om styrofoam niet meer te gebruiken. Ja. Ja, dank u. We roepen de samenleving op om te stoppen met het gebruik van styrofoam. Er zijn genoeg alternatieven om te gebruiken. Het ministerie staat daar. En we hebben een Facebookpage, Consumentenbescherming Suriname. Het ministerie heeft ook een eigen Facebookpage. Daarop is alle informatie beschikbaar. En ik zou nog willen aanvullen dat per 1 november we een importverbod hebben, maar importstop was reeds 1 mei ingesteld. Daarom verwachten wij dat ook in de winkels er weinig restvoorraden zullen zijn. Mevrouw Naren daarop? Ja, oké. Mijn boodschap is naar de samenleving. Er is nu inmiddels een verbod op styrofoam. En ik vind dat wij als samenleving dat eigenlijk gewoon moeten waarderen. Want eigenlijk is het alleen maar beter voor ons uiteindelijk. En niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor het milieu waarin onze kinderen moeten opgroeien. Dus ik denk dat we dit eigenlijk met open armen moeten ontvangen. Omarmen. We moeten het omarmen. Eigenlijk moet het omarmen. En het er het beste van maken. Eigenlijk gewoon waarderen. Dat we nu kunnen letten op onze gezondheid. En de gezondheid van het milieu. Ja. Met deze krachtige woorden van meneer Fernandes en mevrouw Narendorp sluiten we deze aflevering van Opinie af. De herhaling hebben we op de woensdag en de vrijdagavond telkens om 8 uur hier op Gof TV. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond. Hier kunt u alle alternatieven zien van de producten die we nu in ons dagelijks leven gebruiken. Dit zijn de typical portiebakjes die we al gebruiken, de driedelige bakjes. Er zijn ik heb ook de smalle bakjes. Okay, even kijken hoe dit werkt. Maar oké. Dit werkt zo. Dit is een ander bakje dat je hebt. En deze is een eendelige bak. En natuurlijk wilt u natuurlijk ook weten waarvan de producten zijn gemaakt. Hier, de meeste van de producten worden gemaakt van suikerriet, tarwe of mais. En dan heb je de bruine producten en je hebt ook witte producten die ook van plantaardig materiaal zijn gemaakt. Het verschil is, die bruine zijn niet gebleached, die witte zijn wel gebleached. Dan heb je daarnaast de cups. Je hebt verschillende soorten cups, dus daar heb je ook al een vervangingsmateriaal voor. En je hebt verschillende soorten deksels. Je hebt mensen die nog steeds plastic deksels hebben, maar je hebt ook CPLA deksels. Of dan, dit zijn mais deksels. Ze zijn gemaakt van mais en een poedertje om hem stevig te maken. Je hebt verschillende soorten bestek, maar wat we hier voor ons hebben is dit bestek. Dit is ook geen plastic, dit is gemaakt van mais en een poedertje om het stevig te maken. Verder heb je ook nog die hamburgerbak die we al kennen. En dan hebben we een speciale bak. Deze bak is onze catering tray. En onze catering tray kan je eigenlijk kan je alle producten die bruin zijn in de microwave zetten. Ook deze. Ik denk deze gaat misschien smelten. Maar van ons kan je die producten in de microwave zetten en ook deze kan ook in de microwave, maar kan ook in de oven. Dus hierin kan je eigenlijk cake bakken. Of je kan pom erin maken, of je kan kip erin maken. Of mensen heb ik gezien die macaroni-schotel erin maken. Allerlei speciale gerechten. En hij brandt niet aan de onderkant. Dus, want heel veel mensen denken dat hij in brand gaat vliegen. Dat gebeurt dus niet. Dus als u hem wil uittesten, kunt u ons altijd vinden op onze Facebookpage. En dan kunnen we altijd eentje voor u sturen. Kunt u het uittesten. En verder heb je ook soepbakken. Wij hebben deze soepbakken. Er zijn helaas geen andere soepbakken op de tafel, maar er zijn ook andere hoor.
Deze is een 16 ons, die veel gebruikt is. En dan heb je een, dit is 24 ons, dat wordt meestal gebruikt voor die soto. Dus die soto die je dagelijks eet, past in zo'n bak. En dan heb je nog een ander speciaal materiaal, dat natuurlijk een heleboel mensen laat nadenken of het inderdaad geen plastic is. Zo, deze komt van ons, dus daarom kan ik het heel goed uitleggen. Dit is gemaakt van mais. En dan zou je denken, hoe kan dat? Dus er is een heel proces dat erachter zit. En op al onze producten kan je wel 100% zeker weten dat ze 100% plantaardig staan. Het staat altijd erop. En het staat erop dat het composteerbaar is. Zo weet je dat het geen plastic heeft, want geen enkel composteerbaar product heeft plastic. Dat is strikt verboden. En er staat ook erop dat het gemaakt is van plantenrestjes. Dus dat ga je ook hier zien. In deze gevallen ga je het allemaal zien. En dat is een beetje het kort alle verschillen. Oh ja, dit is ook een bak. Dit zal gebruikt worden voor roti. Er zijn ook witte bakken van deze. Maar zoals ik al zei, verschil tussen bruine en witte bakken zijn. De witte bakken zijn gebleached en de bruine bakken zijn niet gebleached. Dat is het verschil tussen die twee bakken. En ja, ik denk dat dit is ook een soepkom. Je hebt ook papieren soepkom op de markt. Deze is een 12 ons soepkom. Kan je ook gebruiken. Dus eigenlijk kan je gewoon kijken naar alle producten. En kijken, oké, wat gebruik ik? En dan kan je zeker een alternatief vinden voor je speciaal product. En dat maakt het extra lekker, want het komt uit de natuur. Dus het maakt het alleen maar beter. En kan in de microwave zonder dat je je hoofd hoeft te breken over als het kankerverwekkend is of niet. Dus er zijn zoveel voordelen en het zijn allemaal goede producten. Dus ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd. En als er vragen zijn, dan horen we het zeker graag. En nou weten jullie tenminste dat er genoeg alternatieven zijn op de markt. Opinie.